In de nacht van maandag op dinsdag heeft een felle brand het pand van de goederenbank Leeuwarden aan de Brandemeer volledig in de as gelegd. Even voor 12:30 kregen surveillerende agenten de melding dat er vlammen uit het pand kwamen. De brandweer was snel ter plaatse, maar toen was er inderdaad al sprake van een uitslaande brand. Onze eerste auto trof al een uitslaande brand aan en we hebben in totaal opgeschaald naar grote brand. Vanwege de hevigheid van het vuur heeft de brandweer de voormalige basisschool gecontroleerd laten uitbranden. De brandweer van Leeuwarden kreeg hulp van de korpsen van Marsum en Dokkum. Nou, wat ik al zei, toen we ter plaatse kwamen was hij al uitslaand. Wij hebben de eerste prioriteit gelegd bij de belendende percelen. Want hij kwam er eigenlijk aan alle kanten al uit. Dus we hebben het gebouw in een heel vroeg stadium al opgegeven. Ik heb heel snel iemand van bouw- en woningtoezicht van de gemeente Leeuwarden te plaatsen gehad. En die kon bevestigen dat er geen asbest in het pand zat. En ook gevaarlijke stoffen hebben wij geverifieerd bij de eigenaar. En die waren niet aanwezig. De naastgelegen gebouwen, een kinderopvang van SKL en het bedrijfspand van UPC bleven gespaard. De eerste bewoners die beneden Winsgebied die wonen een heel eind hier vandaan. Daar zit eerst nog een gebouw van UPC tussen. Hiernaast staat nog een scholen kinderopvang. Dat heeft ook geen bewoners op dit moment. En onze hoofdofficier van dienst die heeft in beneden Winsgebied gekeken of er maatregelen nodig waren, maar die waren niet noodzakelijk. Net 5 minuten geleden heeft de eerste bevelvoerder namens mij het naderbericht brandmeester gegeven en we zijn nu aan het aflussen. De politie sluit brandstichting niet uit. Dinsdagmorgen werd in het Leeuwarden stadhuis een persconferentie gegeven door wethouder Marco Florijn. Hij ging daarin op de toekomst van de goederenbank. De goederenbank had een sociale functie. Heel zeer sociale functie, want er zit een restaurantje in. Dus mensen konden daar even een kop koffie en een broodje halen. Mensen die kwamen daar gewoon om elkaar te ontmoeten. Er waren zo'n 17 vrijwilligers die daar telkens elke dag weer kwamen. En 500 klanten die nu zonder de goederenbank moeten doen. Die een loopje richting de goederenbank hadden, maar ook hun spullen daar vandaan konden halen. Dus het is echt heel erg en de impact is groot. En ik merkte gisteren bij de brand ook dat de omgeving kwam, de wijk. En in de wijk heeft dit ook gewoon een rol gekregen in 1,5 jaar dat ze daar zitten. Dus de impact is wel erg groot. 5 jaar goederenbank is weg. Ja, inderdaad. 5 jaren lang dat we dus goed bezig waren en alles op te bouwen. Ja, is in één klap verloren. Het is niks meer van over. Echt tot aan administratie toe alles. Het hele pand is weg, dus alles zijn we kwijt. Wat stond er allemaal in? Ja, het makkelijker antwoord is denk ik wat er niet in stond. Want alles wat in een kringloopwinkel voorkomt, dat hadden wij er ook echt allemaal in. Meubelen, tafelstoelen, bedden, boeken, platen, cd's, televisie, radio, video, kledingen, heel hoop. Echt alles. Dit is een hele slag, hè, voor de goederenbank. Nou, absoluut. Het is echt een ramp voor hen. Ze zijn al 5 jaar bezig. Ze hebben al 4 keer moeten verhuizen. Diefstal gehad. Maar dit is echt het dieptepunt voor hen. Alles in één klap. Helemaal weg. Het is aangestoken, hè, denkt de politie. Politie doet daar onderzoek naar. Die hebben vermoeden. Maar die hebben nog verder geen echte aanwijzingen. Dus het is alleen maar dat gekeken wordt van, er was een dag voordat deze brand ontstond niks in het pand aan de hand. Er werkt ook niemand. Het is verder goed afgesloten. Dus wat is daar precies aan de hand? Dus ze zijn op dit moment met dat onderzoek bezig. Wat kan de gemeente Leeuwarden doen voor de goederenbank?
Nou, wij kunnen, en dat hebben we al gedaan, even kijken wat zijn de alternatieve locaties voor hen. Aan de overkant van de goederenbank is een school die we wellicht kunnen inrichten voor hen. Ze zitten daar ook al met een klein onderdeel. En we zijn nu ook aan het zoeken waar zij eventueel spullen opslag, zodra die er weer komen, kunnen opslaan. Jullie hadden nog wat activiteit in het verschiet, hè, voor de zomer? Ja, dat klopt. Ja, we hadden nog vorig jaar zijn we begonnen met de Goede Doelenmarkt. Dat was een uitnodiging voor alle goede doelen om ervoor te zorgen dat die zich profileren konden op één gezamenlijke markt. Die moet allemaal afgebeld worden, want het kan dus nu niet meer. Het pand staat er niet meer. Ook hadden we nog wat zomeropruiming, zeg maar, om het de mensen nog wat goedkoper te maken, zouden voor 50%. Gedurende de twee zomermaanden verkocht gaan worden. Ja, ook dat kan niet doorgaan, want de voorraad hebben we niet meer. Dus dat, het zijn allemaal van die dingen die ontzettend jammer zijn. En ook voor de klanten. De doelgroep is de dupe. Ja, in principe, ja, meer dan ons.